Het Systeem voor Dode Hoekbewaking, BSM, biedt hulp bij het wisselen van rijstrook door het monitoren van de dode hoekgebieden van naastliggende rijstroken achter de auto. Als een voertuig binnen deze detectiezone komt, gaat deze indicator branden op de corresponderende buitenspiegel. Als u met uw richtingaanwijzer een rijstrookwisseling in die richting aangeeft, terwijl een ander voertuig zich nog in de detectiezone bevindt, zal het controlelampje gaan knipperen en zal er een waarschuwingsgeluid klinken. Het volumeniveau van het waarschuwingsgeluid kan worden aangepast aan uw voorkeur via het instellingenmenu op uw middendisplay. Het systeem is operationeel zodra de rijsnelheid hoger is dan ongeveer 30 km per uur en de BSM-schakelaar onderaan de dashboard geactiveerd is. Het systeem voor dode hoekbewaking is geen vervanging voor normaal veilig rijgedrag. Mogelijk zal het systeem ook niet altijd fietsen, motorfietsen en voetgangers in de detectiezone detecteren. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.